Zoals waterkwaliteit, ecologie. En we gaan het vandaag hebben over ecologisch succesvolle maatregelen. Eigenlijk onze ondertitel was: wat weten we na 2 jaar kennisimpuls onderzoek aan ecologische aspecten ten aanzien van de maatregelen en hoe gaan we daarmee verder in de toekomst? We hebben vanmiddag veel mensen in de zaal. We hadden 173 aanmeldingen. Dat is een gigantisch hoog aantal voor een webinar, dus we zijn daar heel blij mee. Ik heb even uitgezet, behalve de laatste paar aanmeldingen, hoe de verdeling over de verschillende organisatietypen is. En we zien dat onze doelgroep ongeveer ook de helft van de aanmeldingen geeft. De waterschappen en Rijkswaterstaat en natuurbeheerders samen. Dat geeft veruit de grootste groep. Verder hebben we wel verschillende andere groepen, maar ik denk dat het gezien wat de doel van de KWK is ook erg aansluit bij het publiek wat we vanmiddag hebben. Voor degene die minder met de KWK, de kennisimpuls waterkwaliteit op de hoogte zijn, 2 plaatjes. Links de trend van de ontwikkeling van de EKR-score op de verticale as in de tijd vanaf 1990 tot 2016, 17 ongeveer. En daarin zien we dat de ecologische kwaliteitsscore voor de macrofauna 2/10 ongeveer is toegenomen. Eigenlijk moet je dan zeggen, er is nauwelijks iets veranderd in de samenstelling van onze ecologie over de laatste 40 jaar. Terwijl we toch van alles gedaan hebben. In 2000 is de kaderrichtlijn water geïmplementeerd. En hoe zit dat dan met die kwaliteit? Nou, de aanleiding van de kennisimpuls was dat die waterkwaliteit niet op orde was en dat de minister gezegd heeft, er moet een impuls komen om die waterkwaliteit in 2027 wel op orde te hebben. Nou, dat is nogal stoer om dat te zeggen. Als je naar de rechterfiguur kijkt, dat is de inventarisatie van de Europese Unie. En dan komen onze Nederlandse oppervlaktewateren voor slechts 0,4% bereiken ze de kwaliteit goede ecologische status. Nou, dat is niet iets om er trots op te zijn. Gelukkig zijn onze oosterburen en zuidenburen van hetzelfde kaliber. Maar dat neemt niet weg dat er een grote uitdaging voor ons ligt om die kwaliteit toch te verbeteren. Nou, hoe doen we dat? Meestal met maatregelen. Daarvoor hebben we kennis nodig en daarvoor moeten we begrijpen hoe die oppervlaktewateren functioneren. Daarvoor hebben we in de KWK ecologie 3 grote aanvliegsroutes. Enerzijds hebben we bestaande kennis in een groot aantal kennisdocumenten gezet. Daarvan zijn er inmiddels rond de 16 op de KWK website beschikbaar. Dat is de bestaande kennis, wat weten we eigenlijk. Dan is er een ontwikkeling in de ecologische systeemanalyse. Hoe doe je een ecologische systeemanalyse en wat levert je dat? Daarvoor hebben we CESA ontwikkeld samen met het Waterschap Limburg. En daar is recent ook een klein filmpje van verschenen, maar daar zullen we in de KWK webinars ook nog een keer een hele middag aan besteden. En dan hebben we als derde pilaar de maatregeleffectiviteit. Hoe effectief zijn onze maatregelen? Wat levert ons dat ecologisch? Daar gaan we het vanmiddag over hebben. Daar zitten 3 verhalen in. Het eerste verhaal gaat over de lessen. Wat weten we eigenlijk van maatregeleffectiviteit? Dus wat hebben we allemaal aan rapporten en wat hebben we eruit geleerd? En waarom passen we eigenlijk toe wat we toepassen aan maatregelen? Dat is onze bestaande kennis en daarop hebben we in ieder geval al miljoenen uitgegeven om die herstel wel voor elkaar te krijgen. Het tweede is, er zijn ook heel veel monitoringsdata verzameld. Dat is onze tweede verhaal vanmiddag. Dat gaat over wat die data opleveren. En wat kun je met die gemonitorde data en wat leren we er allemaal van. En het derde verhaal van vanmiddag is, en nu we dit allemaal weten van data en van rapporten, hoe gaan we nou verder en wat is eigenlijk nodig voor de toekomst om die kwaliteit te verbeteren? Dat is de weg vooruit. Dat is ons derde verhaal voor vanmiddag. Daarmee sluit ik mijn introductie af.